Stel, je bent aan het bouwen of je bent aan het verbouwen en je wil je interieur helemaal up-to-date hebben, dan kan je hier terecht voor heel wat inspiratie bij Swijse Schepers in Kieringen. Sarah, ik sta hier in jouw showroom. Die is enorm groot. Ik heb heel veel verschillende dingen gezien. Ik ben daar al eens door gaan wandelen. Veel inspiratie al opgedaan. Ik neem aan dat dit niet op één dag is gebouwd. Nee, dat klopt. Mijn ouders zijn meer dan 45 jaar geleden gestart met de zaak. Ongeveer een 400 vierkante meter. Door de jaren heen hebben ze iedere keer maar bij en bij gebouwd. En dan zijn ze tot 2000 vierkante meter geraakt. Hoe ben jij er dan in verzeild geraakt? Ik ben 25 jaar geleden ongeveer gestart met de zaak. Vooral de passie voor het product was wel onmiddellijk aanwezig. En het ondernemen is een evolutie geweest van 25 jaar. En daar leer ik nu alle dagen nog altijd in bij. Sarah, we staan hier bij het paradepaardje, denk ik, van jullie showroom, de Luxaflex stand. Kan je vertellen wat het precies is? Zeker. Het gaat hier hoofdzakelijk over binnenzonwering. Het voordeel van binnenzonwering is dat het ook aankleding geeft aan de binnenkant van je interieur. Het zijn meestal zonwerende producten en heel veel producten hebben ook twee posities in. Iets voor overdag, dat je toch nog lichtinval binnenkrijgt, en ook iets voor 's avonds dat je kan afsluiten zodat de mensen niet in je interieur kunnen kijken. Dit is een voorbeeld van zonnewering. Dit zou mij 's ochtends bijvoorbeeld wakker kunnen maken. Inderdaad, dit is een duette. Die is eigenlijk zo goed als volledig verduisterend. En deze werkt nu op een batterijsysteem. Okay. Dus het voordeel daarvan is dat iemand die bijvoorbeeld in renovatie zit of nieuwbouw, die moet niks van bekabeling voorzien. Het werkt gewoon met simpele AA-batterijtjes. Ja. En als je ene keer per dag het omhoog en omlaag laat, dan kom je een heel jaar toe met die batterij. Dat is wel een belangrijke. Ja, Anne, dit is nu de app die gelinkt is aan het batterijsysteem. Het voordeel is dat je dit kan installeren op je iPhone, je tablet, en het is heel simpel te bedienen. Je kan je eigen scènes aanmaken. Bijvoorbeeld hier hebben we, als je een gezellige, intieme sfeer wilt creëren, heb je ons moment. Maar als je dan zegt op het einde van de dag, het is goed geweest, ik ga slapen, dan kies je voor de slaaplekkerstand. Neemt dit dan de overhand van gordijnen bijvoorbeeld? Nee, zeker niet. Gordijnen zijn ook nog heel fel in trek. En vaak gaan we dan naar weefgordijnen. Ja. Die kunnen ook weer elektrisch bediend worden met een elektrische rail. En werken jullie zelf ook met gordijnen of met een atelier hier? Zeker, we hebben een eigen atelier waar alles intern geconfectioneerd wordt. Ja. Veel mensen kiezen bij de inrichting van een interieur vaak om te verven. Klopt. Ik zie heel veel huizen waar dat er voor wit wordt gekozen. Maar je kan het verschil maken met behangpapier toch wel, hè, hier? Ik kom vaak bij mensen aan huis en dan zie ik altijd dezelfde interieurs terugkomen. Witte muren, houten vloerbedekking. En eigenlijk met behangpapier is een kleine moeite en kan je zoveel extra karakter aan je interieur geven. Ja, en ook structuur, want ik zie hier verschillende dingen liggen. Dit zijn een aantal trends van het moment. Op het moment is vooral het florale. De motieven zijn helemaal terug van weg geweest. En ook de structuur. Ja. Hier wordt ook vaak met hele ruwe structuren gewerkt, wat ook weer warmte en karakter geeft aan het interieur. En hier zit je het moderne, het strakke, maar ook het 3D-effect is heel fel in momenteel.